In deze video bespreek ik het voorlopig laatste zinsdeel, de bepaling. Een bepaling is een zinsdeel in een zin dat je makkelijk kan weglaten. Het is dus niet noodzakelijk en het geeft extra informatie bij de zin. Bijvoorbeeld waar iets gebeurt, wanneer iets gebeurt, hoe iets gebeurt enzovoort. Ja. We gaan beginnen bij de eerste zin. De jas hangt aan de kapstok. Ik werk met heel eenvoudige zinnen om het niet te ingewikkeld te maken van bij de start. Uh, de jas hangt aan de kapstok. Wel. Ik begin eerst het stappenplan te volgen, uiteraard. Zijn de PV en onderwerp aan te duiden. Voilà. De jas en hangt. Um, een LV is er niet. Een MV is er niet. Uh, het gezegde moet ik natuurlijk ook bepalen. Hé. Hangen is een, uh, een WWG. Het is geen zwobbel. Dus we hebben in deze zin een WWG. En dat bestaat uit een PV plus niets anders. Voilà. Goed. Um, een LV is er zeker niet. Hè? Wie of wat hangt de jas. En als er geen LV is, kan er uiteraard ook al geen MV zijn. Er is nooit een MV zonder een LV. Wat kan er dan wel zijn? Wel, uh, een bepaling in dit geval. We kunnen de vraag stellen, waar hangt die jas? En het antwoord op die vraag is aan de kapstok. Oei. Voilà, aan de kapstok aan de kapstok zullen wij een bepaling, een bepaling van plaats in dit geval noemen. Voilà, een bepaling van plaats, omdat de vraag waar uh, hangt de jas gesteld kan worden. Ja. In het uh, stappenplan dat je van mij hebt gekregen vind je bij de laatste stap op de achterkant uh, alle mogelijke vragen. Het zijn er een vijf zestal. En de daarbij horende bepalingen. Dus je gaat bijvoorbeeld in het schema zien staan: bepaling plaatsen. En dan tussen haakjes het juiste vraagwoord. In dit geval waar. Tweede zin: ze werkt elke donderdag in de bibliotheek. Wel, uh, we beginnen met pv te zoeken, onderwerp te zoeken. Het gezegde even. Eerst te bekijken, natuurlijk. Werken is het gezegde. Uh, dat is geen swabbel. Hè. Dus wwg. Is in dit geval gelijk aan een PV plus niets. En dan gaan we eens kijken of er een LV is. Um, wie of wat werkt ze? Die vraag klinkt al niet goed, dus dan weet je, oké, okay, er zal geen LV zijn. Een MV kan er niet zijn als er geen LV is. En zo belanden we uiteindelijk bij de laatste optie, de bepaling. Is er een bepaling? Wel, um, ik kan bijvoorbeeld de vraag stellen, waar werkt zij? Uh, in de bibliotheek. In de bibliotheek. Natuurlijk moeten in erbij. Is een bepaling van plaats. Later mogen jullie dat afkorten. Gewoon bup P. Goed. Is er nog een andere bepaling? Wel, ik denk het wel. We krijgen nog extra informatie bij die zin, namelijk ja, wanneer zij dat eigenlijk doet. Hè? Wanneer werkt zij in de bibliotheek wel elke donderdag? Voilà. Dus alle extra informatie is telkmalen een bepaling een bepaling van wat wij zullen noemen tijd in dit geval. Dus als de vraag wanneer is, is het een bepaling tijd. Als de vraag waar is, is de bepaling plaats. De derde: hij wacht op de speelplaats op zijn zus. Wacht is de PV, hij, het onderwerp. Um, we gaan direct het gezegde ook bekijken. Wat is het hoofdwerkwoord? Wachten, uiteraard is geen zwobbel, dus WWG. En in dit geval is er alleen een PV. Goed. Uh, eerst de noodzakelijke andere stappen. Stap 4 en 5. Is er een LV of een MV? Uh, wie of wat wacht hij? Oké, okay, die vraag klinkt al niet goed. Dus zal er geen LV zijn. Wat uh, leerlingen soms fout doen in dit geval is de vraag stellen op. Wie of wat wacht hij? En dan krijg ik euh, als, als reactie van de leerlingen... Euh, ah meneer, maar hè, je kan toch de wie-wat-vraag wel stellen? Uh, het leidend voorwerp is toch op zijn zus? Eh, want je kan toch vragen op wie of wat wacht hij? En dat is het gevaarlijke eraan, dat mag je net niet doen. Hè. De vraag is wie of wat... Plus je WWG, plus je onderwerp. Maar je mag niet voor de wie of wat zomaar woordjes gaan toevoegen, zoals met of op. Ja? Dus je moet je echt houden aan die regels, want anders ga je uiteraard snel fouten maken. Dus de vraag wie of wat, wacht hij, klinkt al niet goed. Dus zal er zeker geen LV zijn. Maar absoluut geen woordjes bijplaatsen. Um, is er een MV? Wel, absoluut niet. Als er geen LV is, zal er ook geen MV zijn, uiteraard. Dus dan resteren enkel nog uh, de bepalingen. Ja, we gaan eens kijken. Uh, waar wacht hij eigenlijk? Wel, hij wacht op die speelplaats. Dat is een bepaling van plaats. Goed. De vierde en laatste zin. Onze leerkracht MO kan heel goed zingen. Oké. Okay. Uh, kan PV. Onze leerkracht MO is het onderwerp. Het hoofdwerkwoord is zingen, dat is geen zwobbel, dus het is een WWG. En het WWG zal in deze zin bestaan uit een PV plus een infinitief. We gaan dat er eerst eens bijschrijven, natuurlijk. WWG is gelijk aan een PV. Plus een infinitief. Goed. Is er een LV? Wie of wat kan onze leerkracht MO zingen? Wie of wat kan zij zingen? Die vraag klinkt al niet zo goed. We krijgen er ook geen antwoord op. Dus er is geen LV. Betekent, er is ook geen MV. Laatste stap dus. Is er een bepaling? Wel, waar kan zij goed zingen? Nee, daar krijg ik geen antwoord op. Wanneer kan zij goed zingen? Daar krijg ik ook geen antwoord op. Welke vraag kan ik echter wel stellen? Hoe kan onze leerkracht MO eigenlijk zingen? Wel, heel goed. Een bepaling van wijze zullen wij dat noemen. Dus als er in een zin gezegd wordt hoe iets gebeurt, dan noemen wij dat deeltje altijd een bepaling van wijze. Voilà. Veel succes.